Rauw gezien en andere sprekers die een heel interessante betoog hebben gehouden over hoe dit eruit ziet. En, het komt bij mij over als heel futuristisch. En aan mij de eer om uit te leggen dat het helemaal niet futuristisch is. En dat het heel eenvoudig is en dat we dat ook bereikt hebben. Ik heb daar 15 minuten voor, dus ik ga heel snel praten. Nee, ik zal mij beperken tot highlights uit wat wij gepresteerd hebben. Mijn naam is Luc Westerbaan, ik ben directeur van Special Market Solutions. En toen Aart bij mij kwam van ik wil dit project starten. We kunnen voorstellen dat wij vanuit Special Market Solutions kijken naar vraaggestuurde opdrachten uit de markt. Daar was ik heel enthousiast om daar mijn bijdrage aan te leveren. Wat hebben we gerealiseerd via deze integrale aanpak? Wim Kleingeld heeft het al gezegd. En wij zijn in staat geweest om een park te ontwikkelen en niet een gebouw te bouwen. Waar mensen werken, wonen, recreëren. Waar openbare vervoer voorzieningen zijn, parkeervoorzieningen zijn. En waar duurzame energie wordt opgewekt. Een ideale werk- en leefomgeving met 100% duurzame energievoorziening. Als je dat zo zou zeggen, dan zie ik wel denken van, ja, is dat wel mogelijk? En hoe krijg je dat dan concreet voor elkaar? Nou, dat probeer ik hier aan te geven. Ten eerste ga ik aangeven van hoe het energieproces er totaal uitziet en hoe we dat voorzieningshebben ingericht. En daarna kom ik terug naar de mens. Eerst het energieconcept. Clean Office 2015 is een zelfvoorzienend gebied met een eigen duurzame energieopwekking. En wat we gerealiseerd hebben is een jaarlijks verbruik van 42 kilowattuur per vierkante meter aan elektriciteit. Terwijl het huidige vierkante verbruik bij kantoren minimaal 85 kilowattuur is. En dat scoren wij dus heel goed op. En dat doen wij door daglicht goed te benutten, door de slimme gebouwindeling te kiezen die Thomas Rauw al heeft aangegeven. En ook OLED-verlichting toe te passen. Vlakverlichting die heel weinig energieverbruik heeft en bovendien een heel goed beeld geeft. Daarnaast hebben we ook zeer zuinige gebouwinstallaties toegepast met hele innovatieve sensortechnologie daarin. En we hebben gekozen naast een 230 volt spanningsnet hebben wij ook een 48 volt spanningsnet aangebracht om daarmee travoverliezen en dat soort zaken te voorkomen. Dat is het elektrische verbruik, maar daarnaast hebben we ook gekeken naar het gasverbruik en wellicht heel verbazingwekkend, wij hebben dat verbruik van 10 kub per vierkante meter hebben wij dat teruggebracht naar 0 kub. Warmtereductie hebben we bereikt door onder andere de gevels goed te isoleren. Maar ook betonkernactivering in holle beton- en staalvloeren toe te passen. En we hebben gebruik gemaakt van gevel- en wandafwerkingsmaterialen die voorzien zijn van PCM's. Phase-changing materials die schommelingen in de ruimtetemperatuur kunnen voorkomen en opvangen. En daarnaast hebben we een koude warmte ringleidingssysteem aangebracht. Maar we zetten als Clean Office 2015 niet alleen in op het beperken van energieverbruik, maar we stimuleren ook het duurzaam gedrag. Door het gebouw zodanig in te delen, hebben we ervoor gezorgd dat de trapingangen heel uitnodigend zijn. En dat we daarmee ook de gezondheid van de mensen stimuleren. Omdat ze niet meer de lift gebruiken, maar gewoon de trap gebruiken. En daarnaast ook energieverbruik minimaliseren, omdat we dan geen overmatig liftgebruik stimuleren. Bovendien hebben we ook functiemenging gedaan in het gebouw. Zodanig dat er minder afstanden afgelegd moeten worden. En als je op mesoniveau kijkt, wat hebben we daar gedaan? We hebben gezorgd dat de gebruikstijden van de kantoren worden verlengd. En we hebben bijvoorbeeld de bedrijfsrestaurants naar de publieke ruimte gebracht. Zodat je daar een restaurant van kan gaan maken. En zodat het voor het publiek toegankelijk is. We beperken het energieverbruik dus drastisch. En dat is de eerste stap. En de nog resterende energiebehoeften wekken op volledig duurzame wijze op. Het gebied
heeft geen eigen gasaansluiting en is all electric. Het gebiedsgerichte aanpak, zoals Green Office 2015, biedt daarvoor meer mogelijkheden dan een enkel gebouw. We hebben berekend dat de energiebehoefte ongeveer 2700 megawattuur is per jaar voor 65.000 vierkante meter. En daar hebben we ook in voorzien binnen Green Office 2015. Hoe hebben we die energievoorziening gerealiseerd? Ten eerste hebben we gebruik gemaakt van nieuwe hoogrendement zonnecellen. En die integreren we in het gebouw en in de gevels en in het landschap. En we plaatsen ook in het landschap zuilen waarop wij windmolens, een soort wokkels, plaatsen. En daar kunnen wij ook elektriciteitsenergie mee opwekken. En bovendien zijn die ook voorzien van zonnepanelen die meebewegen met de zonstand. En we maken gebruik van biomassa. Doordat wij het afval genereren en scheiden en kunnen wij elektriciteit opwekken vanuit het vergisten van dat materiaal en gebruik te maken van gasturbines. Daarnaast zijn er natuurlijk vele andere toekomstige energiebronnen. En dat hebben wij op zich hebben wij die gevolgd, maar in onze berekeningen hebben wij die niet meegenomen in het kijken of wij op een duurzame manier aan de energievoorziening van dit gebied kunnen voldoen. Wij volgen die zaken wel, zoals vijvers met algen, elektrische energie opgewekt via de kinetische energie van mensen, diepe geothermie, allemaal mogelijkheden die wellicht van toepassing zijn. Maar voor uw beeld is belangrijk te weten dat zelfs in de situatie dat we gebruik maken van de huidige technologie, die zeker in 2015 nog een veel hoger rendement oplevert dan waar wij mee gerekend hebben, het al mogelijk is om een duurzame gebiedsontwikkeling te realiseren. Door de combinatie van wind, zonnecellen en biomassa hebben we ruimschoots in de energiebehoeften van het gebied voorzien. Er wordt zelfs meer energie opgewekt dan nodig is. En daar kunnen de omliggende woonwijken van profiteren. Dit kan gebeuren door de overtollige energie, door middel van elektrolyse, daar hebben we een mogelijkheid voor gecreëerd. En door middel van die elektrolyse zetten we het om in waterstof. En dan kunnen we door middel van brandstofcellen weer elektriciteit produceren. Een bijkomend voordeel van deze decentrale energieopwekking is dat Green Office 2015 en de omliggende woonwijken minder afhankelijk zijn van de energieleveranciers. En sommige mensen zijn daar zeker blij mee. Deze grafiek geeft de energiesituatie nog eens goed weer. Je ziet dat 10.000 vierkante meter van nieuwe generatie PV-zonnecellen jaarlijks zo'n 3.000 megawattuur oplevert in 2015. 6 windmolens hebben we gepland en die leveren 150 megawattuur per jaar op. En de biomassa-vergisting levert ongeveer 500 megawattuur op. Dat betekent dat we ongeveer zo'n 30% meer energie produceren dan we nodig hebben. En daar kan je inderdaad u tegen zeggen. En zoals Thomas Rauw al heeft aangegeven, ligt hier ook voor een deel de reden in dat we de duurzaamheidsscores die gedefinieerd zijn, zoals BREEAM en GreenCalc, eenvoudig zullen bereiken. En hoewel die dus extreem hoog lijken, kunnen wij die realiseren. We kunnen zelfs stellen dat de energiecertificering methodieken zelfs geen rekening houden met zeer relevante innovaties die wij realiseren, zoals recyclebaar glas, wordt niet meegenomen in de calculaties. En het groene karakter waardoor wij bijdragen aan het beperken van fijnstof en zorgen voor CO2-productie. Of doordat de overkapping van het spoor bijdraagt aan het beperken van het geluidsoverlast van de treinverbinding. Ik wil u nog even wijzen op de manier waarop wij de afvalstroom in Green Office 2015 beperken. Want ook daar hebben wij ideeën over ontwikkeld. Bijvoorbeeld watervijvers. Die gaan wij in meerdere functies toepassen. De watervijvers zullen niet alleen gebruikt worden voor recreatie of regenwateropvang, maar ook voor het opslag van bluswater en het afvoeren van teveel warmte wat wij produceren in het gebouw. En het GFT-afval en het zwart water gaan we vergisten, zodat de rioolbelasting wordt verkleind. En we hebben een mooi systeem